De grote, gedeeltelijk overdekte markt van Paramaribo, de hoofdstad van Suriname, is een Suriname in het klein, omdat men er alle typen vindt van de zo rijk geschakeerde bevolking en alle voortbrengselen van de in de kustvlakte zo vruchtbare bodem. Men ziet er zowel onder de verkopers als onder de kopers, Javanen, Brits-Indiërs, de vrouwen met hun gouden neusversieringen, Bosnegers en Creolen. De Kotamissies met hun omvangrijke japonnen en hun typische hoofddoeken beheersen het marktbeeld. In Lutteraden.